VMBO'ers beheersen hun taal niet zo goed. Dat heeft onderzoek uitgewezen. Nu hebben we daar al eerder aandacht aan besteed deze week. Toen waren we op zomaar een VMBO-school in Amsterdam-West. Het niveau was daar zo. Et cetera, wat betekent dat? Elektronische apparaten en nog meer dingen. Of bijvoorbeeld mp3, telefoon. Naar aanleiding van dat filmpje kregen we ongelooflijk veel e-mails en brieven van VMBO'ers die zeiden, ja, kom dan ook naar onze school, want wij zijn wel slim. Dat heeft Tim ook gedaan, je hebt ons gemaild. Ja. We zijn nu bij jouw VMBO-school in Driehuis. Ja. En daar zijn ze dus wel slim. Ja, ik denk het wel. Beter dan die Turken daar. Ja, denk je dat? Ja. En waar zitten ze hem in, denk je? Ze zijn niet goed ingeburgerd. Dus eigenlijk wat jij zegt, ga maar hier even filmen met mijn klasgenootjes. Die weten alle woorden wel. Ja, ik denk het wel. Jullie zijn een beetje dom, heb ik gehoord. Hoezo dat? Jullie beheersen de taal niet zo goed. Welke taal? Nederlandse taal. Zeker weten wel. Ja, ik heb geen moeite met taal. Absoluut niet. Nee. Nee, ik ben niet dom hoor. Nee? Nee. Heel slim zelfs. De. Ja? Ja. Wat betekent procent? Heel veel. Wat zijn het voor vragen? Kleine Tim had jullie gehaald hierheen, hè? Ja. Et cetera. Weet het wel. Weet je het toch wel? Nee. Iets met meer of zo? Weet jij wat arbeidsvreugde betekent? Nee, iets met werk of zo. Weet niet. Iets met werk? Ja. Hoe komt dat deze blanke kinderen, zoals jij dat zegt, wel slim zijn? Of tenminste wel de taal begrijpen? Nou, omdat wij het van onze ouders hebben meegekregen. Meestal kunnen hun ouders ook niet geen Nederlands. Goede opvoeding, betere opvoeding? Ja, ik denk het wel. Lofzang, wat betekent dat? Lofzang? Nooit van gehoord. Lofzang heb je nooit van gehoord? Wat betekent marge? Geen idee. Echt niet? Nee. Ik weet het ook niet. Nou ja. Ik weet het echt niet. Begrijp jij het, dat er uit onderzoek is gebleken dat VMBO'ers de taal niet zo goed beheersen? Ik denk het wel. Maak jij dat ook mee? Ja. Klasgenootjes? Ja, ik ook zelf. Ook zelf? Ja. En denk je dan wel eens van, jezus, wat ben ik dom eigenlijk? Ja. Ja? Ja. Dat is ook kut. Ja. Nou, gelukkig zit je hier om te leren. Het komt wel vooral door de leraar, want we hebben ja, bijvoorbeeld een El Yahoui, een allochtoon eigenlijk. Hij kan niet goed lesgeven, want hij kan niet goed Nederlands. Ja, hij kan ook niet zo goed Nederlands. Dus eigenlijk kunnen de leraren zelf niet Nederlands praten. Et cetera betekent enzovoort. Oh, betekent dat het? Oké, dat snap ik wel. Betekent dat dan enzovoort? Gewoon net als wat zij net zei. Zij zei dan? Nou. Zeg maar wat er ook nog bij hoort en zo. Ja.